beste ouders, verzorgers, leerlingen van OBS Den Bommert. Fijn dat we bij de controle niets gevonden hebben wat niet op dit vliegveld thuis hoort. Ons vliegveld is klein, maar heel gezellig. Problemen lossen we altijd samen op. Vanaf hier vliegen we over de hele wereld. Het is bijna niet voor te stellen, maar echt waar. Je kunt vanavond nog altijd een last minute boeken bij het lijstje op doel. Zeg maar dat Luc en Linde jullie gestuurd hebben. Wie weet krijg je nog korting uit. We hebben een opvliegende muurskool voor jullie in elkaar gezet. Dus riemen vast, mobieltjes uit en niet roken uit, B. Dan kunnen we zo vertrekken. Get ready for take-off! Is your captain speaking? Please fasten your seatbelts and get ready for takeoff. 1, 2, 3, 4.
Nora, ik wil even met je praten over Intersport. Jij ook goedemorgen, Mick? Ja, natuurlijk, maar even over Intersport. En dan zeg jij, jij ook goedemorgen, Norma. Wat is dit aan de directeur te zeggen? Was een prachtig kleinschalig vliegveldje als het onze. Oké, goedemorgen. Wij zijn de directeuren van een leuk klein vliegveld. Maar als directeur moeten we af en toe een beslissing nemen. In dit geval over internationaal airport. Daar hebben we het al zo vaak over gehad, Mick. Internationaal airport is een groot vliegveld. Veel te groot voor ons. Dat vliegveld is groot, ja. Maar het heeft veel geld. En dat geld willen ze met ons delen. Delen? Dat zal wel. Ik kreeg gisteren een e-mail van ze willen met ons samenwerken. En daar hebben ze veel geld voor over. Ik wil hun geld niet. Het gaat prima zonder hun geld. We maken haast geen winst. Maar ook geen verlies. Ze kunnen personeel betalen en hebben geen schulden. Maar stel nou dat een van de vliegtuigmaatschappijen stopt. Of de landingsbaan moet vernieuwd worden. Dan hebben we daar geen geld voor. Dat zien we dan wel weer. Het enige wat ik wil is met je praten. Laten ompraten, zul je bedoelen. Laten we dan samen gaan praten. Jij laat het gesprekken niet ompraten. Nee, maar ik wil ook niet praten. Praten kan toch geen kwaad? Wat kan er misgaan? Niks, denk ik. Nou dan, toe. Oké. Fantastisch. Er komt hier een belbuur. Vals spelen, je had dan een afspraak gemaakt. Meer vluchten, meer gates, meer personeel. Alleen praten, denk erom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Hey, goedemorgen. Eens kijken. Er staan voor vandaag 39 vluchten geboekt. Dat bedoel ik. Wat zijn er 39 vluchten? Het zijn er 3 meer dan gisteren. En, hebben we er zin in vandaag? Ja. Ja, natuurlijk. Want dat is ons motto. Actie, actie. Tot de dienst. 39 vluchten dus. Ik heb een uitdraai gemaakt voor jullie. Voor jullie. En voor jullie. Nog vragen? Voetbalploeg zie ik? Ja, die vertrekken van gate 94 om 3 uur. Ik heb het zo geregeld dat ze meteen kunnen inchecken. Geen probleem, ik had niet anders verwacht, want... Actie, actie! Tot de dienst! Precies! Geet ze niet wat? Oh ja, kleinigheidje. Er komt straks iemand voor een rondleiding. Niks bijzonders hoor, we doen het gewoon zelf. Maar ik krijg het wat met alle mensen om. Er is een heel belangrijk iemand, dus we doen het zelf. Niet dat jij geen belangrijke mensen kan rondleiding missen, maar we nemen deze vlucht en hebben het al druk genoeg. Ik doe het anders graag, weet ik. Alleen Mick heeft anders toch niks te doen. Ook goed. Nog vragen? Nee. Aan het werk dan. Actie, actie! Tot de dienst! Niet meer niks, heeft die tas te veel gewicht, was nooit met verkeerde
slaapprobleem, Lisa? Ja, en dit is een stageplaats. Weet je nog, Timmy Boy, lopen wij hier gewoon het manusje van alles. Manusje van niks. Ik hoor je wel, Marit. Help je, Jim. Dit is prima al. Heb je vlieguren al gedaan? Ja, 3 keer in de simulator. En? 3 keer gekeest. Kom, we gaan naar Aruba. Ja. Eindelijk weer vakantie. Bye.
Ik
ik even uw aandacht voor de veiligheidsvoorschriften in het vliegtuig. Als u dit bord ziet, zet uw stoel dan rechtop en maak uw stoel in de vast. Als de druk in de cabine wegvalt, komt de zuurstofmasker vanzelf naar u toe. Zet het masker om uw neus en mond en doe het elastiek om uw hoofd. Zet altijd zelf het masker op en dan pas bij je kinderen en huisdieren. Is dat duidelijk? Ik geloof het niet. We laten het nog een keer zien. Het kapje gaat over de neus en de mond en het elastiek over het hoofd. Heeft iedereen het nu begrepen? Als het rode licht gaat branden, maakt u zich klaar voor de noodlanding. Dat laten we ook even zien. 1. Zet uw bril af. 2. Doe uw schoen uit. U ook. 3. Kruis de armen voor de borst. 4. Ga voorover leunen. Heel goed. Als het vliegtuig is geland, gaat u naar de dispozijnde nooduitgang. De nooduitgangen zijn daar, daar en daar. Ja, we weten al wat we moeten doen in case of emergency. En anders hebben we altijd nog het handboek. Zeg maar, gewoon Morten. Oké, meneer gewoon Morten.
je licentie al bezig was, kan ik nog iets voordoen? Wilt u koffie? Nee, dank je. Rijd maar weer aan het werk. Melissa, hè? Nou Melissa, ik ben nog nooit zo weinig ontvangen op een vliegveld. Nog nooit. Kijk wat mijn land al zijn. Dit kan het gelijk hebben. Ik denk dat ik het al weet. Verzekering. En jawel, hier is de boos in de rand. Ik draai het nieuw in. En ik denk dat ik het zet en kijk. Alle landen zijn niks aan de hand. Alles werkt voor een zonnetje. Morgen zal er blij zijn als ik het vertel. Dan kan hij snel weer verder. Maar wel sneu voor Melissa. Dat wil je. Zeg. Ja? Als we nou niet vertellen. Hoe doe je? Als we nou niet vertellen dat zijn zicht daar is, moet hij nog wel bij onze vrienden blijven. Bij Melissa. Zoals we elkaar beter meer kennen doen. Goed idee. Mooie winkel. Lekker limonade. De vrouw achterbij, die waren ook wel oké. Staat me goed, hè? Wat vind jij? Top CD, vet man. Ken je die? Goed dat u er bent. Het is nog niet rond, maar om 4 uur vertrekt er een vliegtuig naar Aruba. Ik denk dat het lukt om hem mee te krijgen. Horen jullie dat? We kunnen waarschijnlijk om 4 uur mee naar Aruba. Aruba, Aruba. Wil je voor de tijd misschien wat eten? We hebben een prima restaurant met hamburgers. Ja, een hamburger. Hoe krijg je die onrode keel? Heeft je eigenlijk wel eens een hamburger gegeten? Ik ben 24. Of 24, maar ik ben 16 op het restaurant. Heb ik gewist? Deze vegetatie. Nee, de laatste tafel van deze vegetatie. En er staat dan 6 gangen. Je moet hier gewoon. Ik heb hier niet gegeten van. Wat zielig. Ik heb eigenlijk wel een hamburger gegeten. Iets boven gestecht, maar lekker uit je handen met spek. Geen kapje, mosterd en ketchup. Nee! Zeg, is Melissa daar ook? Pas. Als ze nu oppast, gaat hij het nog leuk vinden. Spelen we tot de 5 blocks, oké? Okay? Iedereen in het veld staat op 5 positie.
Dan wordt het iedereen naar van de kant gaan. Nee. Als we nou weer achterin staan, daar is niet zoveel mensen. Fijn hè dat u nu toch op vakantie kunt. Wat? Fijn hè dat u nu toch op vakantie kunt. Ja,
gaan we op vakantie dan? Ja, naar Aruba, met het vliegtuig. Ik ga niet met het vliegtuig. Jawel hoor, u heeft toch een prijs gewonnen? Een prijs? Ja, en ik heb de trein op reis met het vliegtuig. Op reis wil ik wel, maar ik ga niet met het vliegtuig. Maar waarom dan niet? Vliegen vind ik eng. Dat is toch helemaal niet nodig? Dat kan er misgaan. Nou, ik kan wel een paar dingen bedenken. En toch gaat u vliegen? Nee. Toen nou, de anderen hebben zich gezorgd voor u. Dan gaat zij. Ik blijf op de grond. Ik denk dat je een probleem hebt. Ja, dat denk ik ook. Wat nu? Wat dacht je? Het probleem oplossen is mijn vak, weet je nog? Carola, hoi, ik ben Melissa. Jij geeft ook nog steeds die les, hè? Wat? Nu? Fantastisch, waar? Kun je het ook hier komen doen? Ja, ik weet dat het heftig is, maar het is ook een goede training voor je. Oké, doei. Geregeld. Wat? Dat zie je dan wel. Jullie doen het fantastisch! Jullie zijn de beste vliegangstgroep die ik ooit heb gehad. En daarom gaan we vandaag naar je hoofd leggen. Kom maar mee. Een vliegveld, ga naar het vliegveld. We durven het best. We hebben goed gevoel. En we zullen zien dat er niks ernstig is. We gaan alleen maar kijken. En het is zo dat wordt de vliegveld nog verwerkt. Door de dagelijks die mensen buiten leggen. Goed, we kunnen het. Ja. Hallo, Roger. Dank op mijn pap van Charlie. Spreek ik met de verkeerstoren? Ik heb de rugbyjongens in het vliegtuig gekregen. Ik zit nu in de cockpit van de Boeing. Het is een heel groot toestel met veel knopjes. Wat nu? Hier niks vanuit de verkeerstoren. Nu de prima, Jim. Starten maar. Over. Starten. Start je, Jim. En dan start maar 7 taxi. We hebben toch maar 1 startbaan? Ja, Jim. En die heet Starbaan 7. Lukt het starten? Nee, hoe moet dat? Over. Gewoon de knop omdraaien, Jim. Dat heb ik toch geleerd? Ja, natuurlijk. Roger. Maar om de een of andere reden ben ik het even helemaal kwijt. Ik start gewoon met Delta Charlie. Draai nu de knop om. Ja, hij start. Zijn jullie nog? Ja. Zien jullie dat het altijd alles goed gaat? Rustig ademen. Waarom in? En uit. Waarom in? Pas even op mijn tasje, jongeman. En uit. En nou doen we met z'n allen alsof we in het vliegtuig zijn. Doe maar mee. Meedoen. Jij ook. En we vliegen. We vliegen. Thank you.
Vliegen is juist leuk. Dank je, Motte. Thank you.
kan de wereld weer aan door jou. Wie? Interpol natuurlijk. Maar die, nee, maar die mailen toch steeds naar jou? Nee, we zijn boeken. Wie neemt op? Jij? Nee, neem jij. Let me even, directeur van ons vliegveld. Jim, wilt u bij hem aangekomen? Jim is bij het aangekomen. Niet trouwens nog heel? Eén vleugel afgevallen. Verder geen schade. Kom maar snel naar huis, jongen. Nee, Jim, je kan die boom nu beter aan de grond laten. Dat is in elk geval goed afgelopen. Interpol. Heb je je mail al gecheckt? Vanwege Interpol? Ik heb er geen nieuwe van ze gehad. Vraag me af of ze al een besluit hebben genomen. Interpol? Internationaal Airport? Jazeker. Prachtig vliegveld. Grote pannen. Flinke zak geld. Maar als zij hier iets te zeggen krijgen, blijft er niks meer over van ons mooie vliegveld. Als zij hier iets meer te zeggen krijgen, blijft er niks meer over van jullie vliegveld. Jullie gaat geen zaken met ze doen, hè? Noem maar één reden om het niet te doen. Omdat ik dan nooit meer van het vliegveld vertrek. Luister, vanmorgen dacht ik, wat moet ik hier? Ik was Interpol gewend en dit vliegveld leek me vreselijk. Maar ik heb de dag van mijn leven gehad. Iedereen was aardig en ik ben fantastisch geholpen. Als jullie niet met Interpol in zee gaan, blijf ik voor de rest van mijn leven gebruik maken van dit vliegveld. Ik zal vertellen tegen al mijn vrienden en zakenrelaties. Ik heb nogal veel vrienden en zakenrelaties. Daar kunnen jullie nog jaren goede zaken mee doen. Oké, zeker weet je. Mijn paspoort! Ik zag je al lopen, is het gelukt? Het is gelukt, ja, maar helaas, het vliegtuig is al betrokken. Nou ja, we hebben in ieder geval een leuke dag gehad. Gaan we nou vliegen? We kunnen het echt niet langer rekken. Je hebt gelijk, we moeten het zeggen. Hij is gemaakt. Uw jet rijdt lichter als een raketje. Het was geen gemakkelijke klus, dus het duurde even. Maar we hebben het gefixt. Fantastisch. Wat krijgen jullie van me? Niks, zus van de zaak. Tot uw dinsdag. Weet je, zomaar een ideetje. Maar ik heb ook wel zin in zo'n kansetje. Naar Aruba bijvoorbeeld. Jij ook? Lijkt me super. En als we toch die kant op gaan, kunnen we vast een paar extra passagiers meenemen. Zin om mee te gaan? Ja, ja man. Ik weet van de mensen van de Interpol die waren. Ze willen ons vliegveld overnemen. Nee toch? Dat zouden zij toch niet goed vinden? Nee, natuurlijk niet. Dat zouden wij nooit goed vinden. Nee, nooit. Bagageband, de rugtas stond tot aan de rand. We hebben samen veel gedaan, we konden alles aan. Het vliegtuig staat al op de baan, klaar om er van door te gaan. We zwaaien tot de en slaan de vleugels uit. Als in het bagage net, de nieuwe koers is uitgezet. De voorzicht en dat is goed, de toekomst tegemoet. We deden alles met een lach, tot de allerlaatste dag. Ik zei je na een laatste voet. Je bent los uit tempo.
Henke! Yeah. De musical Take Off zit erop. Ze hebben hier vanavond ons allemaal verrast met enorme toneelkunst, met enorme zangkunst. Ik heb er een paar geweldige stemmetjes tussen gehoord, moet ik zeggen. Het was heel geweldig om jullie vanavond deze musical te zien op te voeren. Maar dat hadden jullie nooit alleen gekund. Als daar niet bij waren geweest, jullie eigen leerkrachten, juffrouw Nicole en meneer Sander. Vandaag twee eerdere opvoeringen voor de kinderen en nu vanavond voor ons allemaal. Maar ik ben nog niet helemaal klaar, want ze hadden dit ook niet gekund zonder dat ze er zo geweldig opgemaakt uitzagen. Mag ik even vragen? Jolanda Brouwers. Want Jolanda die moest thuis ook nog eens bieden. Ik heb hier nog Karin Berbers. Die is ook al naar huis. Jammer, maar die hebben het al genoeg gezien waarschijnlijk. En Jeannette Bogaerts. Die moeten zijn met de koffers naar het kunnen. En Anneke die zit helemaal hier vooraan. Ik ben ook heel hartelijk bedankt. En Steffi, is die ook nog? Ja. Waar is Steffi? Steffi, dank jullie ook. Ook voor jou heel hartelijk bedankt. En we hadden dit niet allemaal zo goed kunnen horen en kunnen zien door alle geluid- en lichtinstallatie, als daar niet waren geweest Arjan en Joeri. Ik kan jullie een bloemetje even brengen, dan hoef je niet hier naartoe te komen. En last but not least, degene die hier ontzettend heeft lopen sjouwen om dat decor en dit toneel hier weg te zetten, onze eigen Riem! Jongens en meisjes, dit was het dan wat betreft het eerste deel van deze avond. En ik hoop dat u net zo genoten heeft als wij. En dat u met trots terug kunt naar huis. En met trots terug kunt kijken op hetgeen uw kinderen of kleinkinderen hier vanavond hebben laten zien. Nog een keer een hartelijk applaus. Ik denk dat ik nu aan het einde ben. Ik zou willen vragen of we nog één keer het slotlied mogen horen. En dan wens ik u allemaal wel thuis. En ik hoop dat uw kinderen op de bommert de juiste basis mee hebben gekregen voor de rest van hun leven. Yeah.
Hopelijk lacht die toekomst. Jongens, hou jullie heel even vast. Hopelijk lacht die toekomst ze inderdaad tegemoet. Maar voordat ze de vleugels echt uit gaan zwaaien, krijgen we nog heel eventjes iets te horen van Nieke en Loes. Bedankt met het spreken van ons vliegveld. En natuurlijk, vergeet niet, veiligheid voorop.